Joop heeft ook twee van die pads aangeschaft met belletjes erin, zodat ik hoor waar ik moet slaan. Als je dit zo ziet, zou je het niet meteen zeggen. Maar de kickboksende Romy van Gemert ziet met haar rechteroog nog 4% en met haar linkeroog nog maar 1%. Ik heb twee oogziektes. De oogziekte retinitis pigmentosa en de oogziekte Stargardt. En dat houdt eigenlijk in dat de cellen in je netvlies afsterven doordat het een eiwittekort heeft. Rond haar zesde werden de aandoeningen ontdekt. Vanaf toen is haar zicht steeds slechter geworden. Toch heeft Romy niet stilgezeten. Na onder andere judo, tennis en korfbal kwam ze zo'n 1,5 jaar geleden uit bij kickboksen. Al was dat niet meteen raak. Die bokschool waar ik toen was, dat was met een hele groep. En sowieso als je slechtziend bent, komen er auditief heel veel prikkels en geluiden naar binnen toe. Als het echt 1-op-1 is, dan weet je meer wat je moet doen. En heb je ook meer de rust in je hoofd om dat te doen. En hier krijg ik steeds meer dat zelfvertrouwen omdat ik ik zal geen wedstrijden kunnen gaan spelen, maar ja, dat ik in ieder geval het kickboksen zelf, de techniek, wel stap voor stap ga leren en mijn eigen kan maken, zeg maar. Bokschool-eigenaar Joop Ubeda heeft geholpen om Romy zo goed en fijn mogelijk te laten trainen. Joop heeft een witte zak aangeschaft. Joop heeft ook twee van die pads aangeschaft met belletjes erin, zodat ik hoor waar ik moet slaan. Maar ook gewoon heel veel mondeling uitleg van waar ik moet slaan en hoe ik moet slaan. En dat, kijk, als iemand het voordoet van je moet zus of zo doen, dan zie ik dat niet. Bij mij moet het echt uitgelegd worden wat de beweging is voordat ik de beweging kan gaan maken. En dat is waar Joop eigenlijk de tijd voor neemt. Het kickboksen gaat over meer dan alleen fysiek fit blijven. De sport helpt daar ook mentaal. Kickboksen helpt mij doordat ik echt lekker kan rammen en schoppen op een zak of op de pads. En dat zorgt ervoor dat gewoon heel veel frustratie, boosheid, verdriet eruit gegooid kan worden. Omdat ik daar gewoon heel veel moeite mee heb omdat ik mijn zicht kwijtraak eigenlijk. Romy hoopt dat meer sportscholen het voorbeeld van Joop Ubeda zullen volgen en zo blinde en slechtziende mensen een kans te geven om te gaan kickboksen.